Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Welke groente bevat het meeste water? Het goede antwoord is de komkommer met liefst 96% water. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Hier vanuit Mind Mystery in Horst aan de Maas. En achter mij het huis op de kop. Ja, het kan. Een huis op zijn kop. Ongelooflijk. Ongelooflijk is ook onze uitzending van vandaag. Heel veel plezier met kijken. Roel Hermans is expert voeding en gedrag van het voedingscentrum en hij heeft enkele praktische tips voor de ouders, oftewel gezonde afspraken met je kind. Ja, daar zijn we weer. Dit keer in de supermarkt. Nou, de supermarkt is dé omgeving die jou kan prikkelen om gezonde of ongezonde dingen te kopen. En dat ga ik jou laten zien en ik ga je wat tips en trucs geven hoe je de gezonde dingen kunt vinden in de supermarkt. Nou, even wat weetjes over de supermarkt. Nou, weet je waarom de groente- en fruitafdeling altijd aan het begin van de supermarkt te vinden is? Nou, als je daar dan voorbij loopt en gezonde dingen koopt, dan voel je je goed over jezelf, dan voel je dat je goed bezig bent. En hierboven gaat het dan verdien ik ook wel wat ongezonde dingen verderop in de winkel. Nou, ander leuk weetje, we staan nu bij de diepvriezer. Waarom zitten die vlakbij de kassa? Nou, zodat je je bevroren spullen snel kunt afrekenen. Zou je dat nou aan het begin doen, dan ga je je haasten, want anders ontdooi je wellicht je producten. Dat willen we niet, want we willen dat je langer in de winkel blijft, zegt de supermarkt. Kortom, vlakbij de kassa hoef je niet te haasten. Nou, de bekendste truc die ken je natuurlijk vast wel en dat is hoe het schap is ingedeeld. Nou, de A-merken altijd op ooghoogte, zodat je ze het eerste ziet. De huismerken ook, want die willen we ook verkopen. En aan de onderkant zie je vaak de goedkopere merken. Dus wil je nou goedkoop boodschappen doen, ga dan een keer door de knieën en zoek ook eens op de onderste rij. Nou, in de supermarkt is het nog best wel een uitdaging om die gezonde tussendoortjes te vinden. Wat kun je je kind nu geven? Nou, daar heb ik ook een vraag over gekregen. Nou, wat je eigenlijk altijd kunt geven is natuurlijk groente en fruit. Lekkere snackkomkommers, tomaatjes of een appel. Dat kan altijd. Een broodje, een volkoren bol is ook prima. Rijstwafel, een soepstengel kan ook, maar niet te vaak en niet elke dag. En nou ja, die grote repen en koeken, die eigenlijk liever niet. Die zijn vaak veel te groot, want ze zijn voor een volwassen buik en niet voor een kinderbuik. En bevatten vaak veel suiker en vet. Dat is eigenlijk niet zo kerngezond. Natuurlijk mag het wel, maar niet te vaak en niet te veel. Nou, ik heb nog een hele handige truc om nou tussen al die tussendoortjes het kerngezonde product te zoeken. Dat product wat niet zoveel suiker heeft. Nou, ik ga het je laten zien. Nou, een heel handig hulpmiddeltje is eigenlijk de term pak, draai en kies. Nou, zo lees je het etiket en zo kun je precies zien hoeveel vet of suiker in een product zit. En laat je je dus eigenlijk niet meer voor de gek houden door de verpakking die zegt eat natural of goed bezig of nou ja, alle dingen die je kunt verzinnen die herinneren aan gezondheid. Dus pak, draai en kies en lees het etiket voor de kerngezonde keuze. Nou, bij het voedingscentrum heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van de Kies ik Gezond app. Een app die aangeeft of jouw keuze in de schijf van 5 valt of niet. En zo niet, geeft hij jou betere keuzes. Dus super handig. Ik ga het je even laten zien. Ik pak de sinaasappelsap. Ik scan de streepjescode. En ik krijg precies te zien hoeveel erin zit en of het product in de schijf van 5 past. Helaas zit er niet in. Nou, dit was kerngezond in de supermarkt. Ik heb je wat weetjes gegeven. Ik heb je wat tips gegeven waar je nu op kunt letten bij het kiezen van eten en drinken. Nou, een heel handig hulpmiddel vind ik is dus de Kies ik Gezond app. Nou, die kun je vinden op de website van het voedingscentrum bij Kies ik Gezond app. En wil je nou meer weten? Heb je vragen? Wil je reageren? Nou, stuur een mailtje naar info@wijzijnkerngezond.nl. Dankjewel Roel en we zien je over 2 weken terug voor nieuwe tips.
De scholenchallenge is deze keer op basisschool De Kerneel in Nederweert. En ook hier drie toppers die hun beste beentje voor gaan zetten. Ik stel ze aan jullie voor. Majid de Ober, Len de Kooiboy en Thomas de Krachtpatser. Majid mag beginnen. We tellen af. 4, 3, 2. En daar gaat hij. Natuurlijk wordt hij flink aangemoedigd. Hup, Majid. De eerste hindernis gaat goed. En nu versnelt hij tussen de pionnen door. De tweede hindernis doet hij zelfs met een sprongetje. Geweldig. Ga ze door. De derde hindernis is hij iets voorzichtiger. Nu snel Len de Kooiboy aantikken. Super gedaan. Len draait eerst 5 rondjes voor hij weg mag. Kijk uit dat je niet duizelig wordt. Daar gaat hij met zijn hoed voor de ogen. Maar dat regelt hij onder het rennen. De eerste hindernis neemt hij met een reuzensprong. Goede snelheid door de pionnen. En over de tweede hindernis vliegt hij heen met een mooie sprong. En nu over de laatste hindernis. Makkie! Nu snel Thomas aantikken. Thomas de krachtpatser moet eerst zijn spieren laten zien. Dat doet hij goed met een soort van breakdance techniek. Nu met die krat vol heerlijke gezonde komkommers over het parcours. Snel en technisch goed springt hij over de tweede hindernis. Maar oh nee! Hij verliest een paar komkommers op weg naar de bijl. In een geweldige tijd van 1 minuut, 6 seconden en 26 honderdste. Maar daar komen dus 5 strafseconden bij. En dan wordt het dus 1 minuut, 11 en 26 honderdste. Zo, nu eerst een gezonde bite. Oh, lekker. Komkommer. Maar daar mogen de kids wel een beetje voor bewegen. We kijken in de herhaling hoe Thomas zo snel ging dat hij komkommers verloor. En hoe Len zijn hoed recht zet onder het rennen. Super gedaan, basisschool De Kerneel. En jullie komen op de 7e plek in ons klassement. Bovenaan staat basisschool De Dobbelsteen uit Zevenum. Gaan zij winnen? Of gaat basisschool De Zwiek uit Roggel met de eer strijken? Ze zijn er in ieder geval klaar voor. Uiteraard verwennen wij de winnende school aan het einde van het schooljaar met een kerngezond dagje uit. In de volgende aflevering zijn we terug in Stadion De Koel van VVV voor onze FC Kerngezond quiz. Maar wie is deze voetballer? En wat is dit voor een heerlijke smoothie? Daarmee zijn we bijna aan het einde van deze Kerngezond TV vanuit Mind Mystery. Wacht even. Zo, nu staat het huis recht en staat mijn wereld op de kop. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoi. Kerngezond TV is powered by Sikon Logistics, Volta Limburg, Jong Leren Eten en Toffe Dag.